Nou, we kregen de gelegenheid van het Terre Mar Museum om hier een tentoonstelling te houden van al het werk wat we hebben gedaan. We zijn gesponsord door het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied. Anders was het gewoon niet mogelijk geweest. Nou, het resultaat is eigenlijk 10 panelen geweest van een aantal wrakken, onder andere de Hilma Hoeker. Die hangen dus nu in het museum. En we hebben dus ook nog een aanvulling gemaakt in de vorm van een video. Dus eigenlijk wat alles wat op de panelen staat, wordt ook nog een keer uitgelegd op de video. Ik kan me herinneren, jullie hadden alleen toen die tijd, alleen die 3D van de Hilma Hoeker. Maar nu hebben jullie meer. Ja, we hebben meer wrakken. We hebben dus de Hilma Hoeker. We hebben de oude Confidence. We hebben de tugboot. We hebben het anker hebben we gedaan. En Lamachaka hebben we ook gedaan. Dus ja, we zijn met aardig wat wrakken bezig geweest. En die hebben we dus allemaal in 3D gemaakt. Dus mensen kunnen in deze, hoe noem je dit? Het is een 3D eigenlijk expositie, laten we zo zeggen. Ja, ze krijgen dus hier een expositie van de bekendste wrakken van Bonaire. Die hebben wij in 3D gezet. Met uitleg. En ja, de mensen kunnen eens gaan aanschouwen wat hier eigenlijk onder water allemaal voor moois nog ligt uit het verleden. Ik zag net die video, en die video die legt uit precies waar ze zijn en al die details. De plaats waar het wrak ligt, dat wordt aangegeven op de video. Ja, en wil je echt weten hoe het eruit ziet, dan moet je gaan duiken. Ja. Wim, en de expositie, hoe lang duurt het? Ja, de expositie duurt tot 26 juli. Dus de mensen kunnen 3 maanden genieten van wat er onder water allemaal te zien is.